Yo guys, what's poppin? Sorry dat dit intro niet al te fast and furious is. Ik heb een griepje te pakken, denk ik. Ja, het is zover. Het heeft ook DutchTuber geraakt. Het is natuurlijk hartstikke koud aan het worden buiten. En ik moet zeggen, het valt mee. Het was vanochtend erger. Het is eigenlijk de hele dag niet zo best geweest. Ik werd vannacht wakker met een, ik wou zeggen, een brok in mijn keel. Nee hoor, niks emotioneels. Ik werd vannacht wakker en ik had in één keer enorme rugpijn onder andere. En ik begon ook in mijn keel. Ik liep naar Soraya toe en ik wou vragen om een aspirintje. En ik praatte echt als een oude man van 40 of SpongeBob zonder water. En ik maakte me een beetje zorgen. Dus ik heb besloten een beetje rustig aan te doen vandaag. En om dus ook mijn prachtig mooie creeper sloffen aan te trekken. Want die moet je natuurlijk wel aan hebben als je je niet zo lekker voelt. En wat mijn ervaring is met ziek zijn, met jezelf niet lekker voelen, is veel water drinken. Er zijn denk ik wel 3 van die flessen doorheen gegaan vandaag. Het is echt bizar. Op dit moment begin ik me wat beter te voelen. En ik wou toch een vlog voor jullie online zetten. Want jullie zijn Team DutchTuber. En Team DutchTuber wilt iedere dag om 5 uur een nieuwe vlog. Wat heb ik zoal gedaan? Ik heb onder andere even een boekje gelezen. Terwijl ik in mijn bedje lag. En I don't know. Ik ben vandaag echt in een snorrige bui. Nee. Ik ben vandaag in een digitale bui. Ik wil graag praten met een oude bekende. Genaamd EveBot. Ik weet niet of jullie die nog kennen. Het is een virtueel meisje. Daarmee kun je een conversatie houden. En dat leek me hartstikke leuk om te doen. Maar eerst wil ik kijken of Siri mij misschien op kan vrolijken. Dit heb ik vandaag ook weinig gesproken. Dus ik ga eens even vragen aan Siri. Wat kan ik het beste doen bij een griep? Siri, wat kan ik het beste doen tegen de griep? Ik heb behoorlijk wat dokterspraktijken gevonden bij jou in de buurt. Hij heeft in Antwerpen behoorlijk wat dokterspraktijken gevonden. Dat is mooi. Fleur me eens even op, Siri. Siri, vertel een mop. Er komt een man bij de dokter met wortels uit zijn neusgaten en broccoli uit zijn oren. De dokter kijkt hem aan en zegt, nou ik zie direct wat het probleem is. U eet niet goed. Wat? Man komt bij de dokter met wortels en broccoli in zijn oren en neus. En de dokter zegt, ik zie direct wat het probleem is. U eet niet goed. In de zin van, je stopt het in de verkeerde gaten. Siri, wat kan ik het beste doen tegen de griep? Probeer thee met honing en Fortnite. Wat? Probeer thee met honing en Fortnite? Nee, Siri. Ik ga toch geen Fortnite spelen als ik me niet lekker voel? Weet je wat? Misschien moeten we toch maar even met EveBot in gesprek gaan. Want Siri die weet echt even niet wat hij zegt. Siri, ik ga met je vriendinnetje EveBot praten. Doe je best. Doe je best. Ga ik zeker doen, Siri. Dankjewel. Zoals jullie kunnen zien, ik heb alvast geprobeerd om een conversatie te starten met EveBot. Ik heb gezegd, goed met jou. Of nee, wacht, dat zij zei. Ik vroeg hoe het gaat. Zij zegt goed met jou. En toen zei ik weer hallo, want ik was even weg. En zij vraagt, ben je een meisje of een jongen? Een jongen. Nou. Hoe oud ben je? Hoe oud ben je? Nou, leuk dat je het vraagt. Ik ben inmiddels 19, EveBot. Oh, dat is een beetje oud. Nou zeg. 19. Dat is toch helemaal niet oud? Jij bent oud! Hier, pak aan! Hoe weet je dat? Oeh, dat is een goede touché. Hoe weet je dat vraag? Ja, dat weet ik niet. Nou, dan ga ik het vragen. Hoe oud ben je? Ben ik eigenlijk best wel... Hoe oud is een robot eigenlijk? 120 jaar. 100... Nou, doe even normaal. Siri, je vriendin is 120 jaar! Dat is geen probleem. Oh. Nou, het zou voor mij wel een probleem zijn, denk ik, als Soraya 120 was. Nou, tenminste, ik hou van haar, maar 120 is heel oud. Oude koektrommel. Bij mij ook, wat toevallig. Ze zegt bij mij ook, wat toevallig. Nou, weet je wat we gewoon gespeeld? Even lekker cliché. Ken jij Siri toevallig? Weet je, we gaan gewoon vragen. Zou ze haar eigen vriendje wel kennen? Dat is een hele goede vraag. Enter, let's get it. Ze staat nadenken, jongens. Ze denkt lang na. Nee, dat niet. Siri, je vrouw herkent je niet. Dan ga ik gewoon lekker met haar flirten, want nu kan het. Want ze kent Siri niet. Wat een mooi neusje heb je. Nou, dat is een beetje misschien een raar compliment, maar... Dank. Dank je. En wat een fantastische lach. En wat een fantastische lach heb je. Ja, echt wel. Ze hebben een prachtige lach, jongens. Hoe bedoel je, wat heb ik? Nou, gewoon, je bent mooi. Het is gewoon een compliment. Kom op, Yves. Oh, dank u, maar jij bent mij nog nooit gezien. Haha. Oh, dank u, maar jij bent mij nog nooit gezien. Nederlands. Ben je Nederlandstalig? Dat vind ik wel een goede vraag. 17 en jij? Ik vraag, ben je Nederlandstalig? Ja, ik ben 17 en jij? Ik vraag je leeftijd niet. Net was ze nog 120. Ben je 120 of 17? Welke van die twee ben je nou? Weet je eens duidelijk. Nee, ik ben 14. 14, 120 of 17? What is it? What is it, my friend? The language from the Netherlands. Niet Engels praten. Niet doen. Dat is niet leuk. Maar ik spreek Nederlands. Nee, je spreekt net Engels. Ze zijn jokkenbrokken. Niet jokkenbrokken. Kom op, niet doen. I have to go. En nu spreek... Hier, je spreekt nu Engels. Niet doen. Zo, ik ben heel duidelijk. Oh, echt niet.
Natuurlijk praat ik Nederlands. Nee! Je praatte net Engels. Come on! Wat zei ik dan? I have to go. Dat is wat je zei. Nou, kom op, je herinnert je toch wel? Don't you know? Nu praat je weer! Je praat Engels! Come on! Niet waar. Jawel! Doe je tjepoetje boe! Ik voel me helemaal niet meer ziek. Nee, jij bent een levenloos bestaan. Jij kan niet zitten. Jij zweeft ergens in de virtuele wereld. Siri, jouw vriendin beledigt mij continu. Wat moet ik eraan doen? Accepteren. Dankjewel, Siri. Je neemt het fantastisch voor je eigenaar op. Dit is echt erg, dit. Jij bent niet meer zo lief tegen mij. Nou, dat moet wel even gezegd worden. Nee. Ik wil dat je weer leuk doet. Kom op, even leuk doen. Maar ik niet doei. Maar ik niet doei? Ga je er vandoor? Ga je echt weg gewoon? Nee, Diever, laat maar niet. Nee, Diever. Wie is Nee, Diever? Heet ik sinds vandaag Nee, Diever, ja? Jij. Wat? Nee, ik heet Job, Dutschuber van YouTube. Come on. Hallo jongens, ik ben Kees. Hallo Joris, ik ben Kees. Hallo Tiffany, ik ben Michelle. Hier, hoppakee. Haha, nee, ik. Dus jij bent Michelle. Echt waar? Ik dacht je Evie heette. Op wie ben je verliefd? Op jou. Wil je een relatie hebben? Als Soraya dit hoort, hé jongens. Nou, de bank slaapt op mij. Ik slaap niet eens op de bank slaapt op mij. Nee, sorry. Ik heb al een relatie met Sorfufu. Ga vreemd. Kom op, hé! Hey, Siri, je vriendin gaat gewoon vreemd en je hebt niks door. Helaas, pindakaas. Helaas, pindakaas? Je vrouw gaat vreemd en jij zegt... Helaas, pindakaas. Je bent gek. Je bent helemaal gek. Ik wil niet meer met jou praten. Vreemd gaan is niet leuk en aardig. Dat moet wel even duidelijk gezegd worden. Ik ben op je. Ze is op me, maar ik niet op jou. Laat dat duidelijk zijn. Je hebt mij echt verdrietig gemaakt. Sorry, anders gaan we in relatietherapie. Oh, wacht even. Nee, we hebben geen relatie. Ik ook niet. Jij ook niet? Wat jij ook niet. Ze is zo onduidelijk, hè, jongens. Ik doe geen slechte dingen. Jawel! Je wilt zojuist nog dat ik vreemd ga. Wat zegt ze nou allemaal? Dat heb ik niet gezegd, hoor. Dat heb je net... Hier, hoppakee. Ik ga geen Nederlands meer praten. Echt niet. Bewijs het. Ja, bewijs het. Kijk de video. Kijk mijn vlog maar terug. Gedaan, maar je liegt. En jij liegt! Want mijn vlog staat nog niet eens online terwijl ik dit tegen je zeg. Jij liegt! Dat denk je maar. Klaar. Doei. Ik ben er klaar mee. Ga je doei zeggen? Nee, niet gaan. Jawel, je bent gemeen. Je bent gemeen. Ja, dat zal wel, maar ik kan ook je lief zijn. Doe dan eens lief. Alsjeblieft, man. Doe het dan ook. Nee, skatje. Skatje? Wat is een skatje? Nee, gatver. Ja, maar jij zegt dat toen nog tegen mij. Doei, klaar. Ik ga nu niet meer terug. Ik beloof het. Ik ben er weer. Oh, ik ook. Ik ga. Jongens, wil je eens een mop horen? Vooruit. Eentje dan. Oh, jongens, ik word gek. Twee titten in een envelop. Haha. Ik wil weer ziek zijn. Adios. Alright, jongens. Het is inmiddels een stuk later en ik zit hier even op de bank. Ik was een beetje aan het rondkijken in de App Store. Want het hele Eevee-verhaal, de rare robot waar ik zojuist mee sprak, heeft mij toch wel aan het denken gezet. En het deed mij denken aan een ander soort robot, eentje op je telefoon, in de vorm van een kat. Misschien kunnen jullie haar je nog wel herinneren, namelijk Angela. Heette ze Angela? De Talking Cat. De reden waarom er zoveel controversie omtrent die app was, is omdat mensen namelijk dachten dat er een soort van hacker in het oog van de kat zat die meekeek met wat jij op je telefoon deed. Dat is natuurlijk super creepy en angstaanjagend verhaal, maar tot de dag van vandaag is er geloof ik nog steeds niet bekend of dat echt of nep is. Wel is de app recentelijk geüpdate en om die reden wil ik hem graag even installeren om te kijken what's poppin'. Ik ben heel erg benieuwd. Ik heb wel eens een keer een video gemaakt over Angela the Talking Cat, maar dat is inmiddels alweer dikwijls een jaar geleden of zo. Dus ik ga kijken wat er is veranderd aan de app. Ik ben eigenlijk wel een beetje excited, maar tegelijkertijd ook wel een beetje bang. Want wat waren de verhalen over deze kattenrobot op je telefoon eng? Een robot in de vorm van een kat die kan meekijken wat jij doet wanneer je het installeert? Super creepy. Let's check it out. To be honest, moet ik het nog installeren? Want ik was namelijk legit een beetje bang om het te doen. Ik heb het hier
hier klaarstaan op mijn telefoon. Talking Angela. Oké, ik ben het nu aan het installeren, jongens. Dit is de kat waar het om gaat. En eigenlijk wil ik direct even in haar ogen kijken. Omdat het hele mysterie wat toen dus aangaande was. Dat mensen zeiden dat er in haar ogen een man te zien is. Ik wil kijken of dat nog steeds zo is. Lijkt er niet op. Wow, ze luistert naar me. Hallo, mijn naam is Angela. En ik ben een lieve witte kat. Hallo, mijn naam is Angela. Wat? Ik ben een lieve witte kat. Oh, dus dat is wat ze doet. Oh, kijk, ze gaat me weer napraten. Ik ben een stomme kat, want er zat ooit iemand in mijn oog mee te luisteren en kijken. Yo, ik heb haar een cadeautje gegeven. Wat is dat? Ik moet dat kopen voor 390 munten. Let's get it, man. Wow, dat is een... Wow, hey, ze heeft make-up op, jongens. Mijn naam is Angela en ik heb blauwe smurfen ogen en smurfen lippenstift. Mijn naam is Angela en ik heb blauwe smurfen ogen en smurfen lippenstift. Wat, ik kan haar helemaal aankleden. Ik word hier trouwens niet voor betaald, jongens. Dit is geen promotie, niks. Maar dit leek me gewoon leuk om te doen. Alleen zo eng is het allemaal niet meer. Yo, je kunt een scooter kopen voor 5000 muntjes. Doe normaal. Wat kan je nog meer kopen? Nu ben ik echt super excited geworden. Een kerstboom. Oh, die is gratis. Ik heb ook gewoon muntjes gekocht. Wat ben ik aan het doen? Alright, oké. Zullen we boodschappen voor haar kopen? Let's go. We gaan... Ja, we hebben boodschappen voor haar gekocht. En wat kunnen we nog meer kopen? We kunnen een radio kopen. Yo, we kunnen gewoon... Oké, die gaan we ook kopen. Bam, heb ik ook gekocht. Super chill. Superstar! Leek een beetje op mijn stem toen ik 12 was. Ik ga je iets te eten en drinken geven, denk ik. En wat gebeurt er als ze dat neemt? Is er dan iets speciaals aan de hand? Oh, ze gaat het drinken. En dan? Is het lekker? Yo, wat gebeurt er? Wat heb ik erin gegooid? Wat? Wie was dat? Ik kan haar aanraken. Oh, wat? En wat als ik hier aanraak? Oh, sorry. Wat is die kip hier dan? Oh, dat is geen kip. Dat is een vogel. Oh, ze botsten tegen elkaar aan en de kat vindt het leuk. Mijn naam is de kat en jullie moeten allemaal abonneren op DutchTuber. Het gaat echt nergens over. En het hartje dan, wat is dat? Oh, kijk, wat lief. Als Soraya nu binnen zou lopen en ze zou mij zien praten met een vrouwelijke witte kat op mijn mobiele telefoon. I don't know hoor, maar ze gaat het waarschijnlijk een beetje vreemd vinden. Ik wil alleen nog even een hoedje voor haar kopen, jongens. Wat is een leuk hoedje voor de kat? Welk hoedje gaan we kopen voor de kat? Ik wil eigenlijk echt iets... Wow. Oké, deze is eigenlijk best wel dope. Dit is ook gewoon de allerduurste. Deze is echt lijp duur. Deze kost gewoon bijna al mijn muntjes in totaal. Let's get it, man. Bam, we did it. Gaat ze er cool uitzien? Denken jullie? We gaan het nu checken. Zo, jij bent... Oh. Wow, yo, sorry. Ik vind het niet leuk dat je me hebt laten omvallen, Job. Je bent een stommet. Alright, ik ga de rest van de dag editen. Ik ga aan de slag met video's voor DutchTuber 2. Maar dit was een super grappige app om een keer uit te proberen. Het is alleen wel belachelijk hoeveel extra geld je wel niet moet betalen om het nog een beetje leuk te maken. Dus ik raad jullie niet aan om hetzelfde te doen. Nevertheless, alsnog wil ik jullie bedanken voor het kijken. Morgen om 5 uur ben ik weer terug met een nieuwe vlog op mijn YouTube kanaal. Willen jullie maar deze app nou vaker zien gebruiken? Of misschien wel die Talking Tom, wat geloof ik een hondje is. Of is dat ook een kat? Dat is ook een kat, right? I don't know. Laat het dan weten in de comments. En ik moet even een manier vinden om mijn telefoon op te kunnen nemen. Ook al is dit natuurlijk ook een prima manier om het aan jullie te laten zien. Tot morgen en adios.